Renault komt met een mini crossover. Peugeot RCZ wordt geofferd. Spaardieseltjes in triotest. Dag en welkom bij het autoweek Journaal. Crossovers worden steeds belangrijker in het B-segment. Ze nemen dus langzamerhand alles over. Maar wellicht gaan ze nog zelfs een stapje verder. Want Alexander, uh, Renault heeft al de captuur. En ik begrijp nu dat ze zelfs nog een stapje kleiner willen met een crossover. Ja, wellicht wel. Uh, het is een wat complexer verhaal uh, dan normaal. Want het is namelijk zo dat Renault uh, op de Indiaanse autoshow de uh, Quid concept uh, onthulde. Nee. Wellicht uh, weet je dat nog. En uh, het uh, was zo dat daar uh, echt een stortvloed aan uh, kleine crossovertjes was. Want dat was de quid. Ja. Een uh, auto onder de qua, captuur qua formaten. Dus zelfs uh, kleiner dan vier meter, zo ja. uh, moet je het zien. Uh -huh. En uh, dat uh, wordt voor India in ieder geval als een uh, duidelijke groeimarkt gezien. Uh, echt kleine crossover. Maar wij dachten van dat Renault wellicht toch ook wel wereldwijd uh, zo'n auto ziet zitten, een uh, quid. Dus vandaar dat we hem hebben laten tekenen. Ja. En uh, ook uh, AutoPlus, uh, dus altijd meestal uh, goed ingelicht wat betreft Renault. Ja. Die zeggen ook dat die gaat komen rond 2016. En uh, om een vergelijking te geven, de captuur die is er in Frankrijk vanaf 16.000 euro. Ja. En de quit die zou er dan vanaf ongeveer 13.500 euro zijn. Dus wel duidelijk lager geprijsd dan een captuur voor mensen die gewoon niet echt vaak mensen achterin meenemen. Maar gewoon uh, wel die hoge zit zo moet je hem zien. Oké, okay, maar wel op basis van het platform van de Clio? Want ik denk niet dat het een soort Twingo SUV wordt met achterwielontdrijving. Uh, nou, uh, dat is waarschijnlijk nog anders. Uh, waarschijnlijk wordt het een uh, ander platform van uh, Renault-Nissan waar de auto okay. op komt te staan. Clio-platform, dat is wellicht uh, toch wat duur. Twingo inderdaad achterwiel aangedreven, dat uh, zien we ook niet gebeuren. Mm -hmm. En waarschijnlijk wordt het een soort wereldauto dan. Ja. Uh, vooral dus in ieder geval voor India. En het is dus natuurlijk nog wel de vraag of we dat ook in Europa gaan krijgen. Hetzelfde verhaal heb je met de Volkswagen Tygoon, die is ja. ook uh, gepresenteerd en lijkt een leuk autootje ook voor Europa. Maar in eerste instantie is die ook vooral bedoeld voor Brazilië, India, et cetera. Dus we moeten even afwachten wat er in dat segment gaat gebeuren, maar ja, het lijkt mij eigenlijk dat de fabrikanten gek zijn als ze niet ook die auto's naar Europa brengen. Ja, en als je dat zo vertelt, dan schiet ook bijvoorbeeld iets als de, de EcoSport van Ford schiet met de binnen. He, kleine crossover, eigenlijk niet bedoeld voor Europa. Zo'n model toch een beetje ja, voorzichtig ontvangen, laten we in elk geval zeggen. Maar op wat voor termijnen denk je dat Renault over zoiets zekerheid geeft? Uh, nou, de auto hebben we ongeveer geschat op 2016, mm -hmm. uh, dus de no kennende, zal het nog wel even duren voordat ze dan echt duidelijk gaan maken of hij naar Europa komt of niet. Dus ja. het is nog even afwachten. Je houden altijd goed de kaarten tegen de borst, uh, ja. zeg maar. Oké, okay, Alexander, dank voor je uitleg. Gisteren was er toch wel wat droevig nieuws. Peugeot heeft namelijk bekendgemaakt dat ze niet met een opvolger komen voor de Peugeot RCZ. En eerder was ze ook aangekondigd dat ze niet met een opvolger komen voor de Peugeot 308cc. Alexander, goed dat je even gebleven bent. Want ik vraag me af die RCZ. Ik had het idee dat ik hem best nog vaak zag. Het was natuurlijk een hele bijzondere auto. Ook een auto om trots op te zijn. Ze voelt het vaak, want die zag er mooi uit. In Nederland, even de cijfers, zijn er toch ruwweg 1100 verkocht. Nou, voor zo'n niche model toch aardig. Is het gewoon kansloos, zo'n model, of heeft Peugeot andere beweegredenen? Uh, het zijn toch echt uh, andere beweegredenen. Want uh, de RCZ kun je toch eigenlijk wel als een uh, succes beschouwen. Mm -hmm. Niet zozeer uh, financieel, waarschijnlijk, want uh, bijvoorbeeld de dakconstructie met dat gegolfde dak. Ja. die was best wel duur om te maken. Mm -hmm. Maar als imagomaker heeft de RCZ natuurlijk heel veel gedaan voor ja. Peugeot. Alleen dat imago is nou gevestigd. En als je dat combineert met het uh, beleid wat Peugeot nastreeft. Uh, dat het modellengamma wordt afgeslankt. Ja, dan is het natuurlijk al snel een uh, buitenbeentje als de RCZ dat dan af gaat vallen. Ja. Dus uh, ja, qua aantallen was het natuurlijk ook niet een auto die enorm uh, grote bijdragen leverde. Maar qua imago wel, maar dat heeft, die rol heeft hij vervuld. En uh, ze willen het nou gaan doen met uh, auto's als de 308R. Dus, echt uh, snelle versies van bestaande modellen en op die manier het gamma afslanken. Ja, en wat is de beweegreden ook weer van? Dat ze dat gamma willen afslanken in plaats van. Uh, we zien bij de Duitsers steeds meer niches en Peugeot doet het juist andersom. Wat zit daarachter? Uh, ze willen gewoon uh, toch uh, de kosten besparen, dat is eigenlijk uh, de argumentatie. En een beperkt aantal auto's ontwikkelen die ze dan echt wereldwijd uh, kunnen uitbrengen. Dus zo efficiënt mogelijk het geld besteden dat ze hebben. Peugeot is natuurlijk ook een merk dat iets minder budget heeft. Ze hebben een moeilijke tijd gehad ja, dan, ja, dan diverse andere merken. Dus uh, ze willen gewoon slim omgaan met het geld dat ze hebben. En helaas ja, dan uh, gaat dat ten koste van de RCZ. Ja, maar het is dus niet omdat die auto als een flop wordt gezien. Daar. Het is eigenlijk een succes, maar zijn rol is gedaan en nu verder. Dat is uh, wel uh, zoals ik het inderdaad zie. Uh, een, een flop kun je die auto toch niet noemen. Oké, okay, Alexander, nogmaals, uh, dank voor je uitleg. Sinds de overheid is begonnen met het strooien met belastingvoordelen voor zuinige diesels is dit segment in Nederland extreem populair geworden, zeker in het B-segment. De voordelen zijn in de loop der jaren iets minder geworden, maar er staat tegenover dat de auto's steeds beter werden. Vooral de motoren. Ze werden sterker, stiller en nog zuiniger, waardoor zo'n B-segment diesel niet eens meer een offer was. Je kon er ook gewoon prettig in rijden. In het jongste nummer van Outreach hebben we een trio-test tussen nieuwe concurrenten. De vernieuwde Polo BlueMotion neemt het op tegen een Ford Fiesta, TDCi en een Peugeot 208 HDI. En die Outweek 38 ligt vanaf 17 september in de winkels, met onder meer de volgende onderwerpen. Een Occasion dubbeltest met een Opel Safira en een Renault Scenic, beide zo'n 15 jaar oud. We proberen uitgebreid hoe flexibel je bent met een BMW i3 met range extender. En we hebben rijimpressies met de Golf GTE, de Kia Soul EV en de Jeep Renegade. Dat was AutoWeek journaal alweer voor u. collega Marco Gorter. Neemt voor jullie deze week de Audi TTS onder handen op het circuit van Ascari in Spanje. Steven Vermeulen doet het iets rustiger aan. Hij gaat op pad met de belangrijke nieuwe Nissan Pulsar. Tot vrijdag, dan vieren we de 500ste editie van het AutoWeekjournaal. Dag!